Welkom bij het Verkeersjournaal van donderdag 14 november. Op de Sammersweg in Rijswijk wordt een brug vervangen. De brug heeft betonschade en is al afgesloten voor zwaar verkeer. De brug wordt nu voor alle verkeer afgesloten om de betonreparaties te kunnen verrichten. En dit nieuwe beton moet dan weer uitharden en dat is afhankelijk van de weersomstandigheden. Het advies is om de bebording bij de brug in de gaten te houden. Daar staat op wanneer de brug precies afgesloten zal zijn. De Sammersbrug ligt precies op de grens van Den Haag naar Rijswijk. De afgelopen weken kon verkeer er nog langs die werkzaamheden. Vanaf volgende week wordt de brug dus afgesloten. En verkeer kan dan omrijden via de Schaapweg, de Erasmusweg, de Leiweg en de Noordweg. En de planning is dat eind november de nieuwe brug klaar moet zijn. Maar dat is dus afhankelijk van het weer. Volgende week wordt de N464 in het Westland geasfalteerd. Dit deel van de weg zal dan afgesloten zijn vanwege de werkzaamheden. En verkeer kan in beide richtingen omrijden via de Arkelweg, de Paul-Kapteinlaan en de N211. De werkzaamheden zullen tot en met eind november duren. Verkeer moet dus een aantal weken rekening houden met grote hinder. Op de N222 in het Westland, dat is de veilingroute, wordt morgenavond gestart met asfaltreparaties. Het stuk tussen de N466 en de Zwedlaan wordt in beide richtingen afgesloten om opnieuw te asfalteren. En verkeer kan in beide richtingen omrijden via de N466 en hier de Zwedlaan. De afsluiting gaat in op vrijdagavond 9 uur en zal duren tot zaterdagavond 11 uur. En dit was het voor vandaag. Kijk u ook eens op onze website. U kunt de uitzendingen terugzien en de informatie nalezen. En dat adres is omroepwest.nl. Heel graag tot morgen. Dag.